Welkom iedereen, bij een nieuwe aflevering van de Iron Eyes podcast. De podcast voor alle jonge gasten en andere mannen die dat willen winnen in het leven. Die dat goede relaties willen, veel geld verdienen, een leven hebben om over een raas te schrijven, voldaan kunnen sterven, en God weet, god weet ik nog allemaal... Niet jong willen sterven. En liever niet eigenlijk, liever, liever, liever niet jong willen sterven. Ja ik wil toch oud worden. Welkom iedereen. Welkom. We gaan eens zien, wat hebben we in de pipeline zitten vandaag. Ah, wel, Jonas, um, die nou mij iets heel interessants van begin. Wat is de um, opinie over de huidige dieettrends van tegenwoordig? De huidige dieettrends. zijn er veel, hè? Dus, het uh. <tosses> zijn er inderdaad veel. ja. Dat ja, was een vraag die is binnengekomen via de YouTube of zoiets, denk ik. Ja. Um, dus, oké, okay, de, de huidige dieettrends. Um, ja, ik denk er zijn inderdaad heel veel trendschanden. We hebben het allemaal. Je hebt keto, je hebt uh, low carb, je hebt um, schommeldiëten, je hebt intermittent fasting, um, ja, dan nog de vegan trend erbij. En ja, iedereen vindt natuurlijk dat zijn dieet het beste werkt. Um, nu, mensen, um, vergeet ook niet, er is zelf ook marketing mee gemoeid. Altijd. Altijd. In mijn ogen. Allee, of ja, dat is gewoon zo. Er is niet één beste manier. Er is niet één weg naar Rome of één dieet dat het beste werkt. Het eerste wat je goed moet begrijpen is: het beste dieet. Of ja, eigenlijk, eigenlijk vind ik dieet al een fout woord. Want dieet impliceert, in mijn ogen, iets wat je voor een bepaalde tijd gaat doen, tot als je een bepaald resultaat gaat halen en dan terug naar je oude patroon gaat. Dat is eigenlijk al sowieso een foute insteek. Want het is je oude patroon dat u heeft gebracht tot waar je geraakt bent. Tot dat punt dat je zei van oké, okay, er moet hier iets veranderen. Dus het is dan ook logisch dat je eigenlijk naar iets moet streven wat je letterlijk voor de rest van je leven kunt gaan aanhouden. Als dat niet het geval is, ben je gedoemd om te falen en terug te hervallen. En dus, je resultaat de niet te doen. Het moet dus eigenlijk een levensstijl worden, zeggen ze dan. Het is heel cliché, maar het is de waarheid. Je moet eigenlijk je levensstijl gaan veranderen. Je moet naar iets streven wat je letterlijk voor de rest van je leven kunt aanhouden. En dat is misschien iets wat heel veel van die diëtteren eigenlijk gewoon niet hebben. Dat is gewoon niet houdbaar. Ik denk maar bijvoorbeeld om keto. Sorry, maar. Uh, ik, kan dat, ik heb dat vroeger, uh, toen dat ik 19 was, heb ik dat drie maanden gedaan. En dat waren miserabele maanden. Ah, dat ik, was een ramp. Wat ons, ons al misschien even beginnen met te zeggen dat iedere dieet dat een, heel, dat een hele voedingsgroep schrapt, um, dat lijkt me serieus een overkill. Hè? Dus in het geval van Keto die mij alles van carbs volledig. Make no mistake, je hebt ook echt een minimum aan carbs nodig. Anderzijds denk ik ook dat, 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 dat er veel mensen zijn die dat veel meer carbs eten dan dat ze nodig hebben. Um, maar je hebt wel een bepaald minimum nodig. Dus ja, dus die, dan, dan die trends gele keto... Uh, ja, je functioneert gewoon ermee. Dat is echt... Ja, je er inderdaad toch uh, redelijk de rest is op achteruit, uh, vind ik ook. Um, en ja, ieder dieet heeft zo in mijn ogen uh, wel, wel zijn nadelen. Um, dus alleszins het belangrijke wat je hieruit moet meenemen is, ja, er is niet één oplossing de beste. Het is niet... Um, plus, by the way ook, geen enkel van die, van die bepaalde diëten eh, er is, is, er, is er hard wetenschappelijk bewijs van dat die effectief beter marcheren dan de andere Dus het is niet zo dat je met intermittent fasting sneller gaat afvallen dan um, met gewoon keto of, of met of weet ik wat dan ook. Het belangrijkste wat al die diëten met elkaar gemeenschappelijk hebben, is dat je daardoor eigenlijk minder gaat eten, of dat je minder calorieën gaat binnen hebben, en daardoor val je af. De hoofdvoorwaarde voor afvallen is in een calorie tekort zitten. En hoe dat je dat bereikt, maakt eigenlijk in mindere mate uit. Maar de basis is overal, simpel. Is, is overal hetzelfde. Minder fretten en meer bewegen. Als je wilt afvallen. Hè? Om, om het kruid te zeggen. Om ja. het kruid om, om te zeggen. Minder fritten en meer bewegen. Dus ja... Um, ik ben eigenlijk dus geen voorstander van, van, van bepaalde diëten. Um, ik denk dat dus voor iedere persoon voor zich moet gaan uitmaken... Oké, okay, wat is er in mijn geval doenbaar? Wat zie ik mij voor de rest van mijn leven uh, volhouden? Ja. Nu, dus... De belangrijke dingen die daar wel bij terugkomen, zijn... Je moet de energiebalans begrijpen. Dus het, het werken van, van uh, calorieën. Ja, ja, ja. En dus die, die concepten moeten eigenlijk wel gewoon begrijpen. Van, oké, okay, als, ik, als ik niet in een calorie tekort zit, kan ik niet, niet afvallen. En als je spieren wilt bijkomen, ja, als, als je niet genoeg eet, als je niet genoeg calorieën en genoeg eiwitten binnen hebt, kun ook niet bijkomen. Dat is eigenlijk de basis. Um... Nou, We hebben dit ook al in een, in een andere podcast besproken, maar het begint altijd met kleine stapjes en mensen. Ja. Kleine stapjes. Hè. Ja. Als je aan de sneakers elke dag fred, maak daar een appel van. Heeft hem al gezegd in de vorige podcast. Dus, uh... Bijvoorbeeld, ja. Uh, maar dus, ja, mijn mening over die trends, Ja, ik denk dat het wordt, dat wordt, dat veel te veel gebakken lucht en is veel te veel marketing. Je gaat ook zien dat er altijd bepaalde coaches die dat gaan promoten. Um, je hebt bijvoorbeeld wel een keto-coach of een intermittent fasting-coach. Dus ja, je gaat ook zien dat er in heel veel gevallen van, van, van mensen dat, 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 dat heel erg, hard heel erg achter een bepaald principe um, roepen en, en, en naar voortduwen, dat dat ook gewoon eigenlijk een stukje in hun business is, dat dat een diët is wat dat zij kennen en zij zijn daar zogezegd een expert in en zij gaan je daarmee helpen en je gaat 10 kilo afvallen en bla, bla, bla. bla, bla. Terwijl, ja... Um, ja. Dat is allemaal licht wel wat overroepen. Ja. Dus de mensen, van diëten is altijd uw calorieën. Oké. Okay. In een calorie tekort zitten. Zonder kunnen niet afvallen. Ongeacht wat dat heel veel mensen willen beweren. Als ze dan maar met effect komen, hè? Ja. Goed, uh, we hebben een uh, anonieme vraag van mm -hmm. iemand. Uh, dus jonge persoon, die heeft uh, een vriendengroep, uh, die, zoals een beetje, ja, de typische, paffen, zuipen, gamen, alles erop en eraan. Maar uh, die zijn niet echt ambitieus en die jongen dat is iemand dat graag naar een gym gaat en die wil verder gaan. Mm -hmm. um, nu, hij is niet zo sociaal aangelegd, dus uh, hij heeft een beetje schrik dat het niet gemakkelijk zal zijn um, om nieuwe vrienden te leren kennen die dat dezelfde dus ambities hebben. En hij komt ook met de vraag dat misschien het beste idee is om die mannen eigenlijk um, ja, een beetje aan de kant te zetten. Um, Wel, ik geloof 100% in het concept van You are the company that you keep. He, dus ja, je, je zet de som van de mensen met wie je rondhangt. Dus, als je bepaalde ambities hebt, denk ik ook wel dat het heel belangrijk is om je gelijkgestemde te gaan omringen. Want, willen of niet, die gaan je tegenhouden. Um, al is het niet slecht bedoeld, ja, het is gewoon zo, als jij er dan mee weg uh, plus je gaat ook iedere keer om die verleiding moeten weerstaan om niet te blijven hangen, niet mee een jointje te roken, dat is gewoon niet bevorderlijk. Plus, er komt dan ook iets bij, als je in een bepaalde groep van mensen zit, die dan een bepaalde levensstijl hebben aangenomen, en jij evolueert, zal ik zeggen, voorbij die levensstijl, dat is heel confronterend voor die mensen. En die gaan je bijgevolg al dan niet kwaad bedoelend, een beetje willen neerhalen of steken geven. Of um, ja, gewoon met dat vrienden confronteren. Het is dat jij ja, dingen doen waar, dat, waar dat zij misschien niet toe in staat zijn. Ja. En dat is echt wel de kind of negative shit dat je kunt missen als je vooruit wilt in het leven. Um, en dat, niet alleen, dat, is, dat, is, dat is niet alleen vrienden, dat kan ook zelfs familie zijn. Um, ik heb in mijn tijd als personal trainer heel veel mensen gehad met overgewicht die dat dus echt Vooruit wouden, die dat, die dat wouden afvallen, maar die dat in een thuisomgeving zaten, waarin dat ze zeiden: Allee, oh, zeg, oh, dat is een stukje taart, worden, meten dat nu toch niet mee, doe toch hm. eens nee. gezellig en dit uh, en, en, ja, en dat. kennen allemaal. Hè? En ja, je kunt daar natuurlijk wel een paar keren nee zeggen, maar ja, ik weet, je doorzettingsvermogen is ook niet aandelos, je karakter is niet aandelos. De kans dat je een breekpunt bereikt wordt groter. Ja. Plus ook gewoon, ja, man, mensen, vergeet niet, um, dat kost allemaal energie, en je energieniveau is echt wel beperkt op een dag. En altijd zo die negativiteit van mensen, van oh ja, waarom doe je dat nu, of ja, waarom wil jij nu afvallen, of waarom wil jij nu gespierd worden, of waarom wil jij nu vooruit in leven, waarom wil jij nu veel geld verdienen, dat is toch allemaal niet nodig, doe toch iets normaal. Hè? Doe toch iets normaal, zoals de normale mensen. Ja, willen of niet, dat vreet van je energie weg omdat je moet dan een stuk energie gebruiken om daartegen tegen te vechten, terwijl je het eigenlijk al je energie nodig om vooruit te geraken in het leven. Ja, om je doelen te behalen. Voilà, om je ja. doelen te behalen. Dus ja, negativiteit in zo'n weerhoudendheid, dat is een enorme energieslaper. Mentaal ook, hè. Of zuiper, beter gezegd. En die... die je, je, moet dat, je moet dat eigenlijk echt vermijden. Maar dus voor de jongen in kwestie, ik zou me eigenlijk ook niet te veel zorgen maken ik denk dat dat een stuk een natuurlijk proces gaat zijn. Je gewoon vooruit in het leven, ga sportiever worden, ga meer naar de gym gaan, je wilt je best doen in het leven op alle vlakken. Die match tussen je vrienden gaat één gewoon minder worden. En ik denk dat je gewoon een andere weg gaat uitgroeien. Dat is ook normaal. Um, voor iedere cyclus in je leven, er ook andere mensen rond je hebben. Het enige lastige gaat wel zijn dat je in een periode zit zitten dat je inderdaad misschien weinig of geen vrienden hebt. Omdat je... ga, gaat nu een nieuwe levenscyclus in en zij blijven plakken. En je hebt op deze moment nog geen nieuwe mensen in die nieuwe, in die nieuwe levenscyclus. Maar als je gewoon op een gym gaat blijven gaan, ik beloof u, het is een kwestie van tijd voordat je gelijk je gaat vinden, waar je je mee kunt omringen. Dus dat gaat even niet leuk zijn om even op je... Om even misschien... Ja, geen vrienden te hebben. Maar anderzijds is dat ook niet erg, man. Dan heb je niemand om een rekening te houden. Doe gewoon je eigen ding. Ja, focus op jezelf. Focus op jezelf. Doe echt gewoon wat <tus> je wilt doen. Doe je eigen ding. En ik beloof u, sociaal vaardig of niet, je gaat mensen tegenkomen met dezelfde mindset als u. En je gaat klikken en je gaat vooruit. Dat was het bij mij ook. Ik was in, de, in het middelbaar. Bijna iedereen van mijn leeftijd was heel feest-minded, veel op café gaan, veel zapen, veel uitgaan. In mijn gym gymjourney was al begonnen. Dus ik, ik heb ook een prolog gehad dat ik, dat ik heel weinig met mensen van mijn school en van mijn, van mijn leeftijd omging. Ik ging heel veel naar een gym. Maar in die gym ben ik dan ook een paar oude gasten tegengekomen. Je, je ziet elkaar veel. Hè, maar je, gaat, je gaat op dezelfde momenten trainen. Dus je komt elkaar tegen, je begint eens een klapje te slagen. En er is vertrokken. Dus zo gaat dat ook gewoon. Dus ja, je, hebt geen, je moet echt geen schrik hebben om die, om die vriendengroep te laten liggen. Ook al klinkt dat misschien <coughs> cru, maar ja, je moet toch in de eerste plaats naar jezelf kijken. Het is uw leven. Ja. Snap je? Je kunt gezen, je kunt daar naar het game of je kunt zo. Ja. <laughs> of vooruit in het leven, ja. ja. Zeker ook als je gaat trainen en je vraagt iemand om bijvoorbeeld een bench of zo te spotten ideale zin voor nieuwe vrienden. Tuurlijk. Ja. Hey, wil jij mijn spotter zijn? <laughs> en wie weet slaagt de vonk dan wel over. Ja. Dus uh, ja. gewoon het ding doen en uh, Ja. zelfvertrouwen hebben, hè. Ja man. Dus uh, ja, gewoon niet van liggen, gast. Ja. Doe gewoon het ding en uh, je komt de juiste mensen wel tegen. Maar wegblazen van mensen die je tegenhouden. Want tachtig u vooruit gaan kosten, en dat is heel pijnlijk. right, on to the next. Yes, daar hebben we nog, uh, nog één vraag. Hè? Uh -huh. Het uh, effect van uh, weedsmoren oh. in combinatie met trainen. Johannes, heeft dat voordelen, heeft dat nadelen volgens u. Wat denkt u van spot? oké, ik ben geen expert ter zake. Uh, dat is het eerste belangrijke om te weten. Dus ja, ik, ik heb me niet mega verdiept in het onderwerp, wel een beetje. Ik heb wel hier en daar wat artikels gelezen. En ja, het, het voornaamste wat ik eigenlijk kan vaststellen is dat er geen, er is geen consensus is. Um, dus ja, er zijn artikels of wetenschappelijke onderzoeken geweest die dat, um, het tegenspreken, dus die zeggen dat het een slechte combinatie is. En dan met name voor de reden um, dat het uw testosteronniveau zou onderdrukken. En zoals je weet, e, testosteron is een cruciaal onderdeel voor spieropbouw. Um, en dus ja, als je iets gebruikt dat je testosteron zou onderdrukken, dan zou dat natuurlijk nadelig zijn voor spieropbouw. Maar er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken gebeurd inmiddels die dat tegenspreken, dat dat niet het geval is. Dus het is echt wel gewoon wieken en wegen. Er is geen slatend antwoord te geven. Um, nu, mijn persoonlijke ondervinding, maar je moet weten: ik ben geen frequente uh, wietpaffer. Weed, ik raad dat ook al helemaal niet aan, want hier is ook waarom ik dat niet ben. Ik ondervind daar waanzinnig veel um, backlash van in de termen van tamheid en laaiheid. Ja. Dus dat is wel iets leuk, ik snap dat. Het doen, Animal Planet opzetten of National Geographic, boefkicksje krijgen, dat is leuk. Dat is wel een voordeel als je in een bulk zit, man. Als je de juiste dingen opzet. Dus zouden bij, kunnen, <laughs> kunnen over discussiëren, ja. Maar ik heb trouwens ook gelezen dat etwis niet bij iedereen iets is. Maar dus bij mij wel. Asje. Ik heb dat gelezen. Maar dus ja, ik zeg het, ik okay, ben nee. totaal geen expert ja. ter zaken. Dus ik ben misschien niet de meest ideale persoon om hierover te praten. Maar dus ik geef nu gewoon mijn eigen bevindingen mee. Dus ik word daar echt waanzinnig laven. En voor die avond zelf is dat oké. Okay. Maar ik voel dat zelfs nog tot een dag erna. Dat mijn training echt beduidend minder goed gaat. Dan ben ik echt een vod. Ja. En ja, mensen, je mocht ook gewoon niet vergeten. Wiet is bijvoorbeeld in de gevangenis vaak een gedoogde drugs, omdat het dus ook helpt om die mannen kalm te houden. Mm. Dus, op een bepaalde manier, blijft dat een verdovend middel. En het lijkt mij gewoon sowieso niet profatelijk om half verdoofd door het leven te gaan. Niet voor uw trainingen, en op andere vlakken ook niet. Ik ken heel veel gasten, die dat ik eigenlijk gewoon... <coughs> Heel onambitieus heb zien worden, daardoor. Want ja, je pakt een tricksje en alles is ook goed. Alles is goed zoals dat is. Die in drive valt weg. Je pakt alles weg, hè, man. Ja. Die... ja. Dat, dus dat is mijn take up op Wiet. Eigenlijk vind ik dat een onderschatten... Of nee, wacht, wacht, wacht. wacht. Um, dus ik vind, ik vind het gevaar van de Wiet onderschat. Ja omdat het, uh, Niet dat dat even extreem ja, is als heroïne is, of cocaïne. Het is dodelijk of zo. Maar... maar dat is volgens mij een silent killer van potentieel en ambitie. Productiviteit. Hè? Ja. 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 Dus, je ziet heel veel jonge gasten die zwaar om de wiet hangen <coughs> en die maken niks van hun leven. Ik. Die willen alleen maar hun jointje, die willen alleen maar wat gamen. En dat is ook logisch, want dat is exact wat die een drugs dat, doet. Dat is een dopamine, mee, hè? Uh. Ja. Dus in dopamine dan weer terug naar boven komt. Ook dan, en en dan maakt je ja. zodanig relaxed dat eender, wat, eender welke shit het er in je leven gaan is, is, I don't care. Ik ben, ik ben oké. Okay. Dus, Kijk, dat zou een goeie Terwijl maat, je, zou zijn? je zou eigenlijk... Je moet, je moet eigenlijk... Als je vooruit wilt in het leven, dan moet je eigenlijk geïrriteerd worden door de situatie waarin je inziet Fuck, ik ben niet blij waar ik... Ik ben niet blij hoe ja. ik ben. En dan moeten we motor zijn om je vooruit te duwen. Nou, ja, gewoon gelukkig zijn, dat is een teken dat er verandering moet gebeuren. Inderdaad dus, inderdaad. dus je ontevreden voelen over de situatie, dan moet een trigger zijn om actie te ondernemen. Maar, te veel, te voilà, maar dus veel mensen. Die voor niet veel niet mensen is dat, is dat andersom. Dan is dat een trigger van. Oh, fuck, mijn leven is niet, is niet aan het gaan zoals ik wil. Ik moet mijzelf een beetje verdoven. En dan die dan, dan iedereen. Dan zit je de heel fout wiet ontgebruiken. Ja. Kijk, dus amuseren moet kunnen. Hè. Ik, zeg niet, ik ben niet heiliger dan de paus, echt. Believe me. Um, maar ik ben me er gewoon wel van bewust dat als ik wiet, rook. Ja, ik voel me dan daarna beduidend minder gemotiveerd. En ik zal, ik zal een heel grote kans hebben dat ik ook dan daarna nog het allemaal een tempo ook lager zal dat pakken. Je zit in je laven, man. Dat, dat ja. maar Dus je moet je kunnen amuseren, natuurlijk. En zoals ik zeg, ik kan er ook van genieten. Maar je moet dat echt met maten houden. En ik denk dat dat een heel ingeburgerde drugs is geworden. Die dat dus... ja, kent kan het ook niet anders zeker. Die dat veel potentieel en veel ambitie gewoon de das om Plus, ja, kijk. Allee, je gaat naar de gym. Waarom de fuck? Komt, van waar komt die gedachte zelf dat je, je winst wilt smoren morgen gaan naar de gym gaan? Wel, ik, heb wel gelezen, ik heb wel gelezen, want um, ik heb wel op wat gebouwd op Nation, wat trouwens een heel goede uh, website/slash forum is als je wilt bijleren over, over advanced level fitness stuff. Um, dat er dus wel kerels zijn die dat die dan toch zeggen: van, Oké, okay, ik ervaar eigenlijk betere focus, ik ben meer in de zone. Iedereen is anders, hè? Maar ja. in, grote lanen, in grote lanen blijf ik bij mijn standpunt. Ik denk dat. Het, dus het, zal, het zal waarschijnlijk niet slecht zijn voor de games. Maar ik denk wel. Okay. Maar ik denk wel um, ja, dat het gewoon heel veel potentieel en ambitie onderdrukt. Dus jongens, mijn boodschap daarover is. Gebruik dat met Malta. Denk niet dat een, um, een dat een, uh, een heel onschuldige drugs is. Gebruik het niet als een supplement of zo. Voilà, gebruik het niet als een supplement. Maar voilà. Uh, voilà, dat is mijn take op. Meer ga ik hier niet over zeggen. Ja, vooral, dan zijn we weer onze vragen. Um, wel, okay. zoals, zoals jullie weten, jullie mogen altijd vragen doorsturen naar info.ironice.eu Dat kan uh, anoniem ook. Ja, dus uh, als je een, een vraag hebt waar je je niet comfortabel bij voelt, we houden je natuurlijk anoniem ja. en maak je geen zorgen. Um, ja, we hebben ook gezegd dat in de TikTok-comments mocht, maar tegenwoordig zijn er zoveel reacties op zijn video's aan het komen. Dat het beste is dat je toch even mailt. Ja, inderdaad. Um, ik ben, uh, we zijn op een punt gekomen dat ik me niet meer de hele dag bezighoud met uh, reacties te bekijken. Um, ik ben natuurlijk blij um, dat vele van jullie baat hebben bij de content en willen re wil reageren, maar ik heb een zaak te runnen, um, dus ja, ik kan me niet meer enkel daar op focussen. En, uh, dus als je echt specifiek vragen hebt, beter reageren op de YouTube. Ja. Um, of, absoluut. Of dus mail naar info.ironice.eu. En als het iets simpel is, bekijk zeker ook uh, de andere TikToks, de andere. YouTube-episodes, er is zoveel content. Het kan goed zijn dat je antwoord daar staat. Yes, inderdaad. Dus uh, even om mee te geven. Maar voilà, dat was het weer voor van vandaag, jongens. Yes. Uh, we zijn ja. rond. Voilà. En, uh... Inderdaad. Oké, okay, guys. Uh, dikke merci. Veel succes in al jullie ondernemingen. Ja. En wat jullie willen bereiken. Keep it up. Keep fucking killing. Ciao, ciao, boys. See you next time.